Waar kijk je nu naar? Precies, het oog. Daar gaan we het over hebben. We beginnen met potlood, positieve lens en een scherm. En het potlood wordt nu scherp afgebeeld op het scherm. Maar ik weet niet wat de brandpuntsafstand is. Toch kan ik het beeld wel construeren. Immers, een lichtstraal door het midden van het scherm gaat altijd gewoon rechtuit. Dus vanaf de bovenkant kan ik deze tekenen, maar ook vanaf de onderkant. En omdat het op het scherm moet komen, kan ik nu meteen het beeld tekenen. Natuurlijk wel op de kop, maar je weet precies de plek en de grootte van het beeld. En dit gebeurt ook in je oog. Ja, het projectiescherm is dan het netvlies. Ja, je hebt een lens in je oog. En de afstand van lens tot aan het netvlies, dat is dan je beeldsafstand. En die beeldsafstand is altijd natuurlijk een vaste waarde, want je oog verandert niet. Die wordt niet groter of kleiner. He, gemiddeld zal dat ongeveer een 2,5 centimeter zijn. Wat wel verandert is deze afstand, de voorwerpsafstand. Immers, je moet natuurlijk op verschillende afstanden kunnen kijken. En wat gebeurt er nou als het voorwerp dichterbij komt? Nou, ja, weer even die twee lichtstralen tekenen. En dan zie je dus dat het beeld in je oog groter wordt. Ja, en natuurlijk omgekeerd, als het voorwerp verder weg gaat, ja, dan zie je dat het beeld kleiner wordt. En dat betekent dus dat hoe verder het voorwerp weg is, hoe minder scherp, of nu hoe minder gedetailleerd je het kunt zien. En dat wordt aangegeven met deze hoek en dat wordt de gezichtshoek genoemd. Ja, de gezichtshoek bepaalt hoe gedetailleerd je een voorwerp kunt zien. Hoe groter de gezichtshoek, hoe gedetailleerder je een voorwerp kunt zien. En omgekeerd natuurlijk, hoe kleiner, hoe minder gedetailleerd. We kijken naar het potlood wat redelijk dicht bij het oog zit. En je weet dat ieder lichtstraal van het puntje van het potlood door de lens zo gebroken wordt dat het naar het puntje van het potlood van het beeld toe gaat. Ja, dus ze worden zo gebroken. Nou, deze situatie bewaren we eventjes. En we zetten het potlood wat verder weg. Ook nu weer, de twee lichtstralen die worden zo gebroken dat het naar het puntje van het potlood gaat. Twee situaties even onder elkaar zetten. Zo, en dan zie je dat in de bovenste situatie deze hoek die is scherper dan deze hoek. En hieronder ook, hè, deze hoek is scherper dan deze hoek. Dat betekent dus dat je hier een sterkere afbuiging moet zijn. Ja, en betekent dus dat in de bovenste situatie de lens sterker moet zijn. Ja, dus hoe dichter het voorwerp bij je oog is, hoe sterker de lens moet zijn. Die lens die past zich dus aan of het voorwerp dichtbij is of veraf. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door de lens boller te maken. Boller betekent sterker. Of juist platter te maken. Ja, minder sterk. En dat speelt hij klaar. Door boven onder aan de lens heb je oogspiertjes en die kunnen worden gespannen, dan wordt die boller, of juist ontspannen en dan wordt die platter. Het boller maken of het juist minder bol maken, dat wordt accommoderen genoemd. Ja, accommodatie is dus het vermogen om de lens boller of minder bol te maken. Je kijkt naar voorwerp en als het voorwerp nu dichter bij het oog komt, dan zal de ooglens boller worden. En dit kan tot een bepaalde minimale afstand. En op die minimale afstand kun je het nog net scherp zien. Die afstand wordt het nabijheidspunt genoemd. En voor een gezond oog is dat rond de 25 centimeter. Als een voorwerp het nabijheidspunt staat, dan is de lens maximaal geaccommodeerd. Betekent dus dat de oogspieren maximaal aangespannen zijn. Je krijgt dan ook heel snel last van vermoeide ogen. Goed, wat gebeurt er als het voorwerp verder weg is? Nou, dan wordt dus de ooglens platter. En als je op zijn platst is, dan is dus het voorwerp op de verste afstand waar je het nog kunt zien. En die afstand wordt het vertepunt genoemd. En voor een gezond oog ligt het vertepunt oneindig ver weg. Nu kun je zeggen van oneindig ver weg, kan ik oneindig ver zien dan? Het antwoord is ja, kijk maar. Ja,
De maan, nou, het is behoorlijk ver weg. En je ziet de maan toch behoorlijk scherp. Misschien dat je niet de details kunt zien. Maar het is een scherp beeld. Kijk, je ziet hem bijvoorbeeld niet op deze manier. Ja? Als je hem zo zou zien, dan is er iets aan de hand met je ogen. Zullen we zo meteen eventjes naar kijken. Hè? Maar je kunt dus oneindig ver wel scherp kijken met een als je naar iets oneindig ver kijkt, dan is je lens volledig ongeaccommodeerd. De spieren zijn volledig ontspannen. Je kunt het dus dan ook een hele tijd volhouden om naar iets ver weg te zien. Als je naar iets ver weg kijkt, dan zullen de lichtstralen van een bepaald punt van het beeld praktisch evenwijdig aankomen. Ja, denk aan de zon of wat dan ook, of de maan. Hè. De lichtstralen van de bovenkant van de maan komen praktisch evenwijdig op je lens. En de lichtstralen van een bepaald punt, die zullen door de lens zo gebroken worden dat ze op het beeld terechtkomen. Maar je weet ook dat twee evenwijdige lichtstralen, hoe worden die gebroken door de lens? Die worden gebroken door de lens, zodat ze in één punt samenkomen. En het punt, dat is het brandvlak. Oftewel, in dit geval is de beeldsafstand gelijk aan het brandpunt. Oftewel, brandpunt van de ooglens is hier gelijk aan de diameter van je oogbol. En dat was dus ongeveer 2,5 centimeter. Maar wat als de lens volledig ontspannen eigenlijk nog te sterk is? Ja, dat betekent dus dat de twee lichtstralen te sterk nog worden afgebogen. Dan krijg je deze situatie, ja, te sterk afbuigen. Dus dan komen ze niet meer op het netvlies terecht. De lichtstralen die gaan natuurlijk wel gewoon door. En dan zie je dus dat op het netvlies geen beeldpunt komt, maar een beeldvlek. Oftewel, de maan zie je dan een beetje vlekkerig, althans een beetje wazig. Deze situatie, dat wordt bijziend genoemd. Ja, waarom bijziend? Nou, hè, kijk, het beeld wordt hier gevormd en zou eigenlijk iets verder af moeten worden gevormd. Dus het is eigenlijk te dichtbij gevormd. Vandaar bijziend. Hè, het beeld wordt te dichtbij gevormd en in de praktijk betekent gewoon dus dat je van ver af niet meer scherp kunt zien. Ja, van dichtbij gelukkig nog wel. Om die lens dus wat zwakker te maken, heb je dan ook een bril nodig met negatieve lenzen. Ja, die zal er dus voor zorgen dat je ooglens samen met de brilglazen zwakker worden. En daardoor krijg je dus dat de lichtstralen wel weer keurig op het netvlies komen. Ja, als je dus bijziend bent, dan heb je eigenlijk deze situatie. Ja, je kunt van dichtbij wel goed zien, maar van ver af wordt het dus wazig. Wat als het voorwerp op 25 cm afstand van je oog staat, je ooglens dus maximaal accommodeert, maar toch is je lens niet sterk genoeg om deze twee lichtstralen op het netvlies te krijgen. Ja, en dat betekent dus eigenlijk weer dat je geen beeldpunt op je netvlies krijgt, maar een beeldvlek. We noemen deze situatie verziend. Verziend, want het beeld wordt nu niet te dichtbij gevormd, maar juist te ver af. Ja? En omdat het te ver af wordt gevormd, heeft dat als consequentie dat je voorwerpen niet scherp kunt zien die dicht bij je oog staan. Nou, dit is natuurlijk ook te verhelpen, want je ooglens moet gewoon sterker worden gemaakt. En dus heb je een bril nodig met positieve lenzen. Ja, je zet dus een positieve lens ervoor en dan kun je het wel weer scherp zien. Ja, dan krijg je dus, hè, zonder bril krijg je in feite deze situatie. Je kunt veraf wel goed zien, maar dichtbij niet. Het antwoord hierop is natuurlijk ja. Hè, heb je ze net kunnen zien. Maar, let op, een verziend oog is eigenlijk te zwak. Dat betekent dus dat als je volledig ontspannen is, dan is je eigenlijk ook te zwak om de lichtstralen op het netvlies te krijgen. Oftewel, wil je deze twee lichtstralen op netvlies krijgen, dan moet je dus het oog weliswaar weinig, maar je moet hem wel een klein beetje accommoderen, zodat dus de lens de lichtstralen op het netvlies kan krijgen.
Oftewel, je kunt het wel, maar de lens moet wel worden geaccommodeerd. En dat is vervelend, want dat betekent dat je eerder last krijgt van vermoeidheid. En dat uit zich vaak in, helaas, hoofdpijn. Dit is dan ook het grote verschil tussen verziend en oudziend. Ja? Een oudziend oog, dat is dus gewoon mensen die op leeftijd komen, die zullen ook minder makkelijk de krant kunnen lezen. Hè? Ze kunnen dus van dichtbij niet goed zien, maar ze kunnen nog wel goed zien van grote afstand. Dat is het verschil tussen verziend en oudziend. Een oudziend persoon kan oneindig ver met ongeaccommodeerd oog wel goed zien en een verziend persoon niet. Een laatste onderdeel van het oog wat nog belicht moet worden is de pupil. De pupil regelt een lichtinval in je oog. In duistere omgeving is de diameter van de pupil ongeveer 8 mm. Maar op het moment dat het licht wordt, dan zal hij plotseling kleiner worden tot ongeveer 2 mm. Zodat er maar weinig licht nog in komt. Dus het beschermt het oog in feite tegen overbelichting. Oké. Alles goed bekeken, dan is nu weer tijd voor een sluiting. Tot ziens!